controle, schitterend hakje. En deze aanval van Willem II verdient het eigenlijk om een goal te worden. Dat gebeurt ook. Isaac met de aansluitingstreffer. Vitesse lijkt een beetje ingedut naar die 2-0 van Eudegaard. Zo van de buitens binnen, maar dat lijkt allesbehalve het geval dat Willem II komt terug in de wedstrijd. Schitterende controle hier van Pavlidis. Het hakje mag er ook zijn. Bal breed leggen. En met enig fortuin. De aansluitingstreffer. Schitterend gedaan dit. Het is Fousaï trouwens die dat doet. Pavlidis door de benen van zijn directe tegenstander. En Isaac met de vorm. Pauli ligt neer. Pavlidis daar. Isaac vrijgespeeld. Die moet hem nu maken. En dat doet hij bij deze. En dan heeft het geloond. Het spel wat Willem II na rust speelde. Met de felheid van onder andere Jonk. Met Pavlidis. Is het buitenspel of niet? Isaac maakt hem af. En kan Willem II er nu overheen denderen. In ieder geval straks nog een strafschop mag nemen. Bizot pakte er eentje. Eentje werd ernaast geschoten. Isaac tijdens de wedstrijd scoorde die. Nu vanaf 11 meter scoort hij ook en maakt hij 2-0. Lekker mee. Dankerlui. Legt hem terug. Isaac. En dan zit hij er wel in. Ja. Je kan niet zeggen dat deze treffer uit de lucht komt vallen. Isaac heeft de paal al geraakt. Heeft al een keer de benen van Haan in de weg gevonden. En nu scoort hij wel op aangeven van Dankerlui. Dan komt er zelfs onrust in het spel bij Heerenveen. Het is onvoorstelbaar als je de eerste helft hebt gezien. Je vraagt je af wat er gebeurt. Pavlidis. En per ongeluk Isaac. Want het was een soort van mislukt schot waar Isaac tegenaan liep. Nou ja, er wordt natuurlijk altijd gecontroleerd of er iets aan de hand is bij die goal. Eerst maar eens even kijken hoe Pavlidis. Hier schieten ze dan buitenspel. Nou, dat is lastig te zien. Is het Hens? Dat is wel helemaal lastig waarneembaar. Zeker geen Hens. Deze bal schiet door richting Isaac en maakt het af. Ja! 2-0. Twee keer Alexander Isaac. De snelheid die hij heeft wordt onderkend door Willem Reuter met zijn trap. En Isaac wint dat duel. Daar zit Straalman nog wel enigszins tussen. Maar na de verre uittrap van Willem Reuter. Het niet goed kunnen reageren van Straalman en het afmaken van Isaac. Klaar hier nu weer Alexander Isaac. Oh, die kan heel makkelijk naar binnen, zeg. Die kan heel makkelijk naar binnen, zeg. Oh! Die kan heel makkelijk scoren bovendien. En was het bij de 2-2 al opvallend hoe weinig er werd ingegrepen bij Feyenoord achterin. Bij de goal van Lewis. Dat is bij de goal van Isaac. Nog erger om te zien. Hoeveel ruimte er wordt geboden aan Alexander Isaac. En de 3-2 voorsprong is er voor Willem II. Hij is hier in balbezit.